50 miljoen om eigenaren van rijksmonumenten als kerken, kastelen en molens te ondersteunen. Nog eens bijna 50 miljoen aan gemeenten en provincies voor regionale musea, poppodia en theaters. En 30 miljoen om bedrijven te helpen die juist zelf de broek ophouden in de culturele sector. Nou, het is een greep uit de 300 miljoen die er beschikbaar is gesteld. Ja. Wat vind je van de verdeling? Ja, nou, ik vind op zich goed dat er wat gebeurt. Laten we dat even helder hebben. Maar er mag echt wel meer aandacht uitgaan naar vrije producenten die hun nek uitsteken om te zorgen dat 70% van het theateraanbod in het hele land, dat dat er is. Dat zijn dus producenten die geen subsidies krijgen? Nee, die krijgen geen subsidie. En kijk, wij als Stage Entertainment, ik praat niet over ons, want we hebben onze eigen theaters, daar spelen we, daar lopen we ons risico. Maar heel veel producenten toeren, die gaan van het ene theater naar het ander. En met hun optredens wordt vaak het hele seizoen van het theater verdiend. En daardoor kunnen gesubsidieerde gezelschappen er staan. Dus ik pleit er eigenlijk voor dat de minister even aandacht gaat geven aan die sector. En misschien zelfs tot een soort garantiefonds gaat komen om gewoon het risico voor die producenten minder te maken in de toekomst. Zodat er gewoon toerende producties kunnen blijven komen. En dat betekent dus een zak geld? Eigenlijk een zak geld, maar wat je terug zou kunnen verdienen. Als een voorstelling een hit is, ga er terug in die bak met geld. En dan kun je het, het jaar daarna opnieuw uitkeren. Dat zou ik voor pleiten. Wat vind je van dit idee? Nou, ik denk dat dat een heel goed idee is. Maar Albert zit in de cultuursector, maar is natuurlijk een ondernemer. Is een cultureel ondernemer. Dus ja. die wordt voor een deel natuurlijk ook behandeld als ondernemers. Ja. Je kan ook gebruik maken van de regelingen die er zijn. Klopt. Dus dat is natuurlijk hartstikke goed. Maar een deel van de cultuurwereld moet je niet economisch afrekenen. Nee. Cultuur is natuurlijk een toegevoegde waarde aan een samenleving, aan een maatschappij. En ik denk dat het kabinet is heel goed bezig als het gaat over banen redden en bedrijven overeind houden. Maar cultuur is ook belangrijk. En als dat niet wordt geholpen, dan valt het straks om. En dan duurt het echt heel lang voordat je het weer terug hebt. En ik zag, ja, kijk, die 300 miljoen euro is natuurlijk, het is heel veel geld. Maar als je het afzet tegen wordt uitgegeven, nou ja, er wordt Het is 300 miljoen is veel, maar laten we het niet vergeten. Want ik vind het heel lastig en dat wil ik toch een keer benadrukken. Kijk, ik ben ondernemer, dus we hebben meer met economische zaken te maken dan met cultuur. Maar ik vind dat cultuur uit moet kijken, wil ik echt zeggen. Want mijn hart gaat er naar uit. Maar ga je nog niet te veel apart plaatsen van de rest van Nederland. Iedereen heeft op dit moment moeilijk om zijn gebouwen open te houden, om zijn banen te houden, om rond te komen thuis. Dus ga je er niet helemaal buiten zetten. Dus koppel het los van wat je als persoon meemaakt, want het is vreselijk, maar dat heeft iedereen op dit moment in Nederland. En ga meer terug naar inderdaad de culturele waarde. Want er wordt mij vanuit cultuur op dit moment, en ik ben het heel met Frits eens, te veel naar het economisch belang gewezen. Daar moet je niet doen. En dat culturele belang? Dat is veel groter, want inderdaad al die, nou ja, ons erfgoed. Kijk naar de Erwin Olas van deze wereld. Die had nooit de fotograaf kunnen worden die hij nu is, als hij niet geleidelijk in een systeem zich had kunnen ontwikkelen. Als hij niet de ruimte in galleries had gekregen. Als hij niet had kunnen doorgroeien. Maar begrijp je wel dat er mensen zijn die denken, tuurlijk is dat belangrijk, maar niet nu. Dat doen we over een jaar of twee wel. Als het maar dat is laat. Dat kan niet. Ja, je kan het niet laten omvallen. En zo zijn er meer. Dat is niet alleen voor de culturele wereld. Ik bedoel, de kermis, als het echt zo lang gaat duren voordat die weer open mogen, hebben we dan überhaupt nog een kermis? Ja, je kan zeggen van, nou ja, dan hebben we maar geen kermis. Maar ik vind het zonde als die er niet meer zijn. En ik denk dat iedere overheid, net als ieder ondernemer, ook een toekomstvisie moet hebben. Dus zegt, oké, op korte termijn zijn we dit allemaal aan het regelen. Dus wees blij met de NOW en met ZZP, dat je toch geld krijgt. En voor de toekomst gaan we een plan maken. Ja. En dat zou ik willen vragen bij cultuur. Aan de minister, maak een masterplan. Ga met een groep zitten zonder de hectiek van die crisis om je heen. En ga eens goed nadenken wat de antwoorden voor de komende 5 jaar zijn. Ja, en in ieder geval op korte termijn heeft Koninklijk Theater Carré besloten, we gaan het in ieder geval proberen. Ja. We gaan het wel zien, hè. We gooien de deuren open. Hoe dan ook, we gaan het proberen. Maar dat is wel een hele kluif. Coronaproof betekent natuurlijk vooral ook de 1,5 meter. Dus zoals je hierachter ziet, dit is nu al leeggehaald. We hebben de stoelen eruit gehaald. Daar komen vrolijke 2-zitbankjes. Met planten ertussen, zodat het eruit ziet als een huiskamer. De gevels staan zorg goed voor elkaar, dan moeten we dat ook letterlijk doen. Dus door de voorstellingen ook van de Kleine Comedie in Bellevue en onze eigen samen te bundelen en in een aantal dagen hier neer te zetten, kunnen we dat prima voor deze 100 mensen coronaproof doen. Uiteindelijk gaat het ook om geld. Dit is natuurlijk niet rendabel, toch? Wij moeten het puur hebben uit eigen inkomsten. Die zijn van 100 naar 0. Dus nee, dit kan helemaal niet. Alleen, je bent een theater en je wil spelen, dus je wil blijven zoeken naar wat wel kan. En daarom zeggen we, ook voor 100 kan dat helemaal niet, maar het is weer een keertje om naar 450 te gaan.
Dus laat ons nou steeds meer mee opschalen om te kijken naar wat wel kan. Financieel niet rendabel, maar emotioneel wel. Ja. Toch hebben jullie vanuit Stage een andere keuze gemaakt. Namelijk tot het voorjaar volgend jaar geen voorstellingen. Nee, we hebben alles op dit moment stopgezet. En ook onze toekomstproducties. Hij gelooft in mij en Aladdin met een jaar uitgesteld. Maar dat komt omdat we echt een groot bedrijf zijn. En ik wil liever dat we ons focussen, dat we een stip op de horizon hebben. Mm-hmm. Dit is het. En natuurlijk hopen we dat we eerder open kunnen. Maar we kunnen ons niet permitteren om heel veel kleine dingetjes te doen. Onze visie moet nu zijn, hoe gaan we de toekomst in? Hoe zorgen dat de protocollen uitgewerkt zijn? Dat we klaar zijn om campagnes te doen? Dat is een ander belang om 450, 500 mensen weer een baan in de toekomst te kunnen geven. Mm-hmm. Dan dat we nu leuke dingen aan doen. Ik heb ontzettend veel respect en waardering wat iedereen doet. Maar wij moeten nu ons concentreren op sowieso dat ons bedrijf door kan. Toch hoorde ik je eerder zeggen van nou, we hebben het eigenlijk al helemaal bedacht. Het worden een soort mini skyboxjes. Ja, klopt. Is dat dan nog wel jullie Absoluut. Idee? Absoluut. En het is echt waar dat als het eerder kan. Ik ga vanmiddag naar Uden in het Theater Markant. Daar hebben ze ook zo'n plan met schotjes. Ik heb met Claudia de Breij gesproken. Die zegt als wij een filmpje moeten maken dat laten zien hoe het werkt in het theater, doen we het ook. Mijn plan is nog steeds, rij voor je leeg, rij achter je leeg. Flexibele schotjes dat je of alleen op met z'n tweeën of met z'n drieën zit. Dan kun je de helft van de zaal bespelen. Dat is veilig. Hoeveel mensen Daar zijn dat bezig. Dan? Dat zijn in onze theater 750 in Utrecht en 900 in Scheveningen. Maar dat zijn enorme aantallen. Mm. Dus ik begrijp de overheid dat ze zeggen rustig aan. Ja. Maar mijn taak als ondernemer is om wel zo'n plan voor te bereiden dat als we weer open kunnen, dat dit klaar ligt.